welkom. Leuk dat je weer kijkt. Ik ga het vandaag met jullie hebben over wat te doen wanneer je meniscus gescheurd is. Dus als jij gehoord hebt dat je waarschijnlijk een gescheurde meniscus hebt, dan kan het zijn dat je met vragen zit. Misschien ben je bij de huisarts geweest. Misschien heb je het advies gekregen om naar een fysiotherapeut te gaan. In deze video wil ik je alvast in ieder geval wat basisinformatie geven. Want wat je waarschijnlijk ook gehoord hebt, is dat ze het niet gaan opereren. In 9 van de 10 gevallen opereren ze tegenwoordig niet meer de meniscus wanneer er een meniscusscheur is. Waarom niet? Omdat uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het veel meer effect heeft om juist te gaan trainen. Dus om het liefst onder fysiotherapeutische begeleiding die bovenbenen te versterken. Te zorgen dat de stabiliteit van die knie goed is. Dat die sporing van de knie, die beweging in die knie goed is. Daarvoor heb ik ook andere filmpjes gemaakt, oefeningen bij meniscusklachten, sowieso ook oefeningen om je stabiliteit te testen en te trainen. Dus kijk vooral ook bij mijn andere filmpjes en ga ik jullie bij deze meenemen in de wereld van de meniscus. Nou, wat gebeurt er wanneer je meniscus een kleine scheur krijgt? Dan krijg je dat je knie eventueel wat dikker wordt, je krijgt slotkrachten, je hebt vooral last wanneer je knie heel erg buigt of door je hurken gaat. Wat te doen in de eerste fase? Nou, voor al het herstel geldt, hè, in ieder geval de eerste 4 tot 6 weken doe rustig aan. Alles op geleide van de pijn. En als je echt veel pijn hebt, kan het ook helpen om wat ijskoeling erop te doen. Dat is alleen maar pijndempend. Voor de rest is het natuurlijk het verkrijgen van die zwelling ook. Heeft dat natuurlijk ook een functie. Namelijk dat je wat rustiger aan doet. Dat er voedingsstoffen en afvalstoffen weer heen en weer kunnen. En juist wat we vaak doen wanneer we last hebben van onze knie, is dat we minder gaan doen. Terwijl juist die sporing van de knie, het bewegen, en het liefst zo passief mogelijk. Dus niet zwaar op die fiets, niet hardlopen natuurlijk. Maar gewoon rustig gaan wandelen of op een knie, terwijl je op een stoel zit, die knie rustig bewegen. Dus dat been schommelen of een home trainer. Juist die bewegingen zorgen ervoor dat het vocht ook weer rustig weg kan. En dat je weer smeersel aanmaakt in die knie, waardoor die alleen maar soepeler wordt. Nou, en wat is nog meer belangrijk? Wat ik al zei, pijn is ho. Zorg dat je geen zware inspanning van je knie vraagt. Ook als je bij traplopen merkt van ik heb pijn bij het omhoog of omlaag lopen. Ga dan eerst met het goede been naar beneden of met het goede been omhoog. En zet met de pijnlijke knie, zet dan bij. Nou, wat nog meer belangrijk is dat je zorgt dat die knie niet te veel in een gebogen houding zit. Dus we zijn vaak geneigd om juist met een kussentje onder die knie te gaan zitten. Nou, wat blijkt als je bijvoorbeeld je been hoog legt, wat sowieso goed is, maar daar een kussentje onder doet, dat voelt wat ontspannen. Maar we krijgen daardoor een beperking in de strek van die knie. En dat duurt heel lang voordat je die strek weer terugkrijgt. En dat belemmert je in sportactiviteiten, maar ook in het normaal lopen. Dus je gaat daardoor ook je been op een andere manier belasten. Wat voor andere klachten in heupen, enkels, rug kan zorgen. Nou, dus hou dat been vooral lekker gestrekt. Omhoog leggen is hartstikke goed. En blijf rustig gaan mobiliseren. Dus blijf wel opzoeken wat je met die knie kan. Nou, wat is nou die meniscus? Om nog een keer uit te leggen. Wanneer je een gescheurde meniscus hebt, ziet dat er zo uit. Vaak is het die binnenste schijf. Het zijn twee halve maanvormige schijfjes die je hebt in je knie. En dat zijn ook wel de kussentjes in je kniegewricht. Dus als jij springt, als je trap loopt, als je fietst. Alles wordt opgevangen door die twee kussentjes in die knie. En als daar dus een scheurtje zit, dan kan je slotklachten krijgen. Dus dat die knie af en toe een beetje vast komt te zitten. Dus als je hier naar de gehele knie kijkt, kan je je voorstellen dat als je meer ruimte tussen die knieën krijgt. Dus hier kan je dat beter zien. Hè? Hier zitten de bandjes allemaal omheen. Dit zijn je kruisbanden, bovenbeen, onderbeen. En de tibia hier. Als je meer ruimte in die knie krijgt. En je gaat dan buigen, dus wanneer je staat, staat die knie zo op elkaar. Hier heb je die meniscus en hier ertussenin. En je buigt, dan komt er minder ruimte. En als die stabiliteit en die kracht van dat been al wat minder is, dan heb je kans dat die sneller over die meniscus gaat draaien. En als er dan ook nog een scheurtje zit, dan ga je daar vastzitten. Dus vandaar dat je slotkrachten kan krijgen bij een gescheurde meniscus.
En je kan je voorstellen dat als de bovenbeen wat sterker wordt en die stabiliteit, dus die bandjes om die knie heen, is goed. En je gaat dan buigen ermee, dat je minder snel glijdt over die gescheurde meniscus. En daardoor kan je dus zelf dit probleem oplossen. En super belangrijk, hè, want 9 van de 10 keer, zoals ik al zei, krijg je dus het advies om die knie te gaan versterken. En ja, heb je na 4 tot 6 weken nog steeds last van die knie, nog steeds die slotknachten of dat het dik is, ga vooral naar de huisarts, ga naar een fysiotherapeut, laat jezelf adviseren en trainen. En ik hoop je bij deze in ieder geval wat basisinformatie gegeven te hebben waarmee je aan de slag kan. En kijk vooral ook bij mijn andere filmpjes die ik gemaakt heb. Wil je stabiliteit eens testen of je benen trainen? Daarvoor heb ik playlist gemaakt. En geef vooral ook een duimpje als je wat aan deze video hebt. Abonneer je op mijn kanaal zodat je op de hoogte blijft van mijn nieuwe video's. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. Tot de volgende!